Three stones were led by Gunther Demnig, all three murdered members of your family. We hope you could see it well. Three in memoriams were read for your grandfather, Moritz Cohen, your uncle, Bernhard Moses Cohen, your grandmother, great-grandmother, Caroline Javed Epstein. We will take pictures of the stones and the flowers placed on your behalf. We will send them as soon as possible to you by email. At 1:45, three stones will be placed at the Lichtenvoortse Straatweg 17 for Elise van Gelder Cohen, sister of your grandfather. Philip van Gelder, her husband, Abraham van Zurken. Josef Bax, their foster son. You wanted a flower for them too, and that will happen. We send the pictures. The tulips are your flowers. Familie Leen, Hogestraat 55. Ein herzliches Willkommen für die Gruppe Kinder aus Dortmund. Die wohnen bei dieser Familie, deren Tochter ungefähr ihr Alter hatte, ein bisschen älter. Sie verstehen jetzt, warum ich Deutsch rede. Albert und Friederike Levy und ihre Tochter Betta Mathilde kamen offiziell am 30. Dezember 1938 aus Dortmund nach Alten, aber die Familie war schon am 18. Februar eingeschrieben im Aufenthaltsregister der Gemeinde Alten. Mit Friederike ten Bosch, die dort am 29. August 1898 geboren wurde. Ihr Vater, Moses ten Bosch, kam aus Alten. Ihre Tochter, Betta Mathilde, wurde am 9. Juli 1929 in Dortmund geboren. Aus 3000 anderen. Jetzt die Schule, die Gruppe. Ich heiße Aaron und komme aus Dortmund. Ich heiße Adnan und komme aus Dortmund. Ich heiße Minu Schara und komme auch aus Dortmund. Ich heiße Jorgos Katsatsidis, ich komme auch aus Dortmund. Ich heiße Heiko Hamer, ich komme auch aus Dortmund. Auf welche Schule geht ihr alle? Auf die Weingartenschule am See. So, und was habt ihr denn schon selber gehört von der Bertha, weswegen wir heute hier sind? Dass wir kein Bild von ihr haben. Deswegen haben wir ein Bild gemalt von Bertha Mathilde Levy und den Zug auf dem Anne Frank und Bertha Mathilde in Konzentrationslager gebracht werden und Berthas Familie. Wollt ihr erzählen noch was zu dem Bild? Ja. Also, wir haben Bertha Mathilde Levy gemalt, weil wir von ihr kein Bild hatten. Bertha Mathilde Levy wurde ja nur 14 Jahre alt und das ist halt traurig, weil so viele Juden gestorben sind. Und alle Menschen sind gleich, obwohl sie aus London aus den Niederlanden oder aus Deutschland kommen. Alle Menschen sind
Menschen und ist egal, ob jemand ein Jude ist oder so. Warum hat die ein braunes Gesicht? Also alle Menschen sind gleich und wir haben sie so gemalt. Wir haben aus jedem, also aus vielen Kindern etwas gemalt. Ihre Hautfarbe ist von Aachen. Also wir haben sie so gemalt. Die Haarfarbe sollten wir von mir machen und die Augen sind von Fabian Schwerz, nur, also ein Freund von mir, aber der konnte leider nicht mit hier hinkommen. Ein Mutter, ein Hope auf spoedig Wehrsinn. Es sind 3000 Menschen in diesem Train. Meist Frauen en Kinderen onder de 16. De mannen mochten niet mee. Wat een ellende. Toch hoop ik op een weerzin. Maar hoe ik ben, hoef ik niet te schrijven. Stuur Ines en Sam ook een afscheidsgroet. Jochem zit nog in Vught met Jeannette. Hoe lang nog? Blijven jullie voor hem zorgen. Dank, dank voor alles. Steeds het beste. Tot ziens. Hopelijk spoedig. Begrijpen jullie hoe we te moede zijn? Heel veel groeten en een afscheidskus. Tot ziens, zo God wil. Jullie toegenegen Stella. Ja, hier hebben we tijd. Wat vind je van deze dag? Het is heel indrukwekkend dat we hier in de synagoge mogen staan. Ter gelegenheid van het leggen van de struikelstenen, stolpensteinen. Vind ik heel bijzonder dat we hier vandaag een aantal mee begonnen zijn. Ik heb vanmorgen al gezegd, ik begreep van de kunstenaar, de heer Demnich, dat er 50.000 in heel Europa al gelegd zijn. Zelfs in Afghanistan, of Kazachstan, excuseer. Het is heel indrukwekkend dat we op die manier herdenken de Joodse mensen die omgekomen zijn. Dus ter nagedachtenis aan, daar even bij stilstaan. Als het ware zei ik vanmorgen over struikelen, dat vind ik heel bijzonder. En een heel groot compliment voor degene die het bedacht heeft, Gunter Demnich. Maar ook voor de Stichting Vrienden van de Synagoge. Die hier uiterst nauwkeurig, ik zou bijna zeggen bijna pijnlijk nauwkeurig, alles georganiseerd, uitgezet, onderzocht, geïnventariseerd hebben. Dus ik ben hier als burgemeester van de gemeente Aalten gepast trots op. Hoeveel stenen worden er vandaag gelegd in Aalten? 20, er worden er nog meer gelegd, maar op 7 adressen 20 stenen. En wat is uw rol straks? Ik leg zo een steen voor een van de mensen die hier opgekomen is. Daar is geen laatste woonplaats meer van, zoals gebruikelijk bij het leggen van stolpersteinen. Daarom doen we het hier in de synagoge. En we zijn erg verheugd dat straks ook opperrabijn Jacobs hier aanwezig zal zijn. Dat is voor ons een groot voorrecht. En in die zin stellen we zijn aanwezigheid zeer op prijs. Bedankt. Cohen en van Elise van Gelder, Cohen, die vanuit hun geboorteplaats naar Aalten verhuisde. Elise door haar huwelijk met Philip van Gelder en Moritz vanwege het toenemende antisemitisme in Duitsland. Uit het huwelijk van Johanna en Bernard Cohen werd op 19 augustus 1895 een dochter geboren, Frida. Bernard stierf op 67-jarige leeftijd
in 1932 in Neustadt Geudens. Johanna heeft waarschijnlijk niet lang meer daar gewoond. Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, woonden er nog maar 12 Joden in Neustadt Geudens. De familie Cohen vertrok en kwam terecht in Aalten. Johanna's dochter Frida was toen al weduwe en zij bleef met 2 kinderen achter. Haar vader heeft haar nog voordat hij zelf overleed geadviseerd te hertrouwen met weduwnaar Liebman Lezer. Denken wat er in die afschuwelijke jaren mis is gegaan, dan heb ik het gevoel meer en meer dat het herdenken verwort tot historie. Want steeds minder mensen zijn er die nog leven en zich de jaren kunnen herinneren. Het aantal overlevenden dat überhaupt een zeer klein getal was, als we praten over de slachtoffers. Het aantal overlevenden sterven. En zij dus in staat zijn om te vertellen wat er gebeurd is en het zelf hebben kunnen observeren, dat wordt minder en minder en minder. En dus, ieder jaar zit ik met het probleem dat het herdenken steeds minder herdenken wordt en steeds meer iets van een educatief project ter herinnering aan. Herdenken kan je het beste als je de persoon die vermoord is hebt gekend. Niet over hem hebt gelezen, over haar hebt gelezen, maar gezien hebt, een band mee hebt gehad. En dat wordt minder en minder en minder. En dus bij mij de zorg, want ik vind, als bijeenkomsten als deze, als die er zijn, om te leren voor de toekomst, dan vind ik eigenlijk een beetje gênant en niet respectvol naar de feitelijke reden waarom we bijeenkomen. En die is niet om te leren voor de toekomst. Die is om die mensen die een stolpersteen krijgen, ik zou eigenlijk willen zeggen, een grafzerk in de plaats waar zij zo graag normaal hadden willen sterven en begraven willen worden. Weet u, als een dominee op een begraafplaats komt en hij ziet lege plaatsen, is hij verheugd. Mensen leven. Ik huil onder lege plaatsen. Zo graag had ik gezien dat daar mensen begraven hadden kunnen worden, omdat ze een natuurlijke dood zijn gestorven. Want dood hoort bij het leven, gelijk geboorte er ook bij hoort. Dat fenomeen, dat zien we nu ook gebeuren. Met die afschuwelijke taferelen van onthoofdingen. We slaan gade op televisie met een zakje chips in ons hand en een kopje thee voor ons. We lezen het nog even de volgende dag in de krant.
En als het iemand betreft die uit Europa afkomstig is, een journalist of een Amerikaan, dan worden we een beetje nerveus. Maar tegelijkertijd duizenden en duizenden anderen hetzelfde lot toebedeeld krijgen, daar walsen we zo overheen. We laten het gebeuren en we zwijgen. En dan wordt er een stap verder gegaan. Nog meer gruwelijk. En we zwijgen weer. En als we horen dat er ook in onze eigen Nederlandse samenleving mensen zijn met bepaalde denkbeelden die niet kunnen en die catastrofale gevolgen zouden kunnen hebben, God behoede, dan maken die cijfertjes wat minder imponerend, iets minder angstaanjagend. En daarom, emotioneel, is vandaag deze plechtigheid dichterbij dan ook. Het is de geschiedenis waarvan we alle weten dat er één historische wetmatigheid is die altijd stand houdt. En dat is dat we van geschiedenis nooit leren. En toch mogen we dat niet accepteren. Ik praat niet over dat kleine groepje criminelen die alleen op zichzelf uit zijn en proberen de wereld te vernietigen. Waar wel bezig moeten houden is die grote groep die kuddegedrag vertoont, kan vertonen. En ons hier bijeen is de plicht, en daarom zijn we hier ook bijeen, dat weten we, om te zorgen dat de grote meute de richting niet verliest en er geen herhaling gaat komen op een ander niveau die zoveel mensen het leven kost. En weet u, als Joodse gemeenschap valt u misschien op dat als er iets gebeurt met Joden in de wereld, wij dat niet accepteren. Wij gaan luidkeels protesteren. We brengen het onder de aandacht van. Een paar maanden geleden was er een demonstratie. En ik vind ons samen zijn hier ook een soort demonstratie. Een demonstratie in Enschede. Een stille demonstratie. Een zeer waardige demonstratie. Van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Die zeggen demonstreren, een stille tocht. In Twente hebben zo'n 15.000 aanhangers. En tijdens de tocht, voordat de tocht begon, was ik gevraagd om aanwezig te zijn. En waarom demonstreerden ze? Omdat duizenden van hun geloofsgenoten werden afgeslacht in Irak, in Syrië, in die landen daar. Ik heb heel kort gesproken. En ik heb gezegd, het was toen nog rond de situatie met de oorlog, Gaza. Ik zeg, ik kom hier niet om te spreken over Israël en de Gaza-problematiek. Ik kom hier ook niet om te spreken over het opkomend antisemitisme ook hier in Nederland. Ik kom hier zelfs niet om te spreken en mijn verbazing kenbaar te maken dat u, en ik richtte mij tot de Syrisch-Orthodoxe Kerk, als klein christelijk kerkgenootschap de straat opgaat om op te komen voor broeders die worden afgeslacht. En mijn verbazing uit te spreken, dat u als klein kerkgenootschap dat doet, terwijl de grote kerkgenootschappen, de grote christelijke kerkgenootschappen, zwijgen. Terwijl hun eigen geloofsgenoten worden afgemaakt. Ik kom hier slechts, zo heb ik daar gezegd, om solidariteit te betuigen.